Deze beelden heb je misschien wel eens voorbij zien komen in het nieuws, op social media of andere kanalen. Het nieuws dat een boer of fokker zijn dieren verwaarloost en dat de NVWA deze dieren meeneemt. Het zijn vaak heftige beelden, roepen ook veel emotie op, maar ook vragen, want hoe heeft het zo ver kunnen komen? In deze aflevering van ons toezicht gaat het over dierenwelzijnscontroles van de NVWA. Want wat kan de NVWA wel en niet als het gaat om dierenwelzijnscontroles bij verschillende bedrijven? In deze serie onderzoek ik hoe de NVWA toezicht houdt en zo werkt aan een veiliger en gezonder Nederland voor mens, dier en natuur. De NVWA houdt toezicht op verschillende soorten bedrijven. Dit kunnen bijvoorbeeld dieren zijn op een boerderij, gezelschapsdieren bij een fokker, maar ook een zorgboerderij. Vandaag ga ik mee op inspectie bij een veehouderij. Norman, goedemorgen. Ja, nou, fijn dat ik mee mag. Wat gaan we vandaag doen? We zijn hier voor een dierenwelzijnscontrole op een melkveehouderijbedrijf met ongeveer 200 melkkoeien. 200 is veel, hè? 200 is redelijk veel, ja. Ja. Nou, hier zijn we dus bij jongveeën. En we gaan dus kijken naar waar we op gaan controleren, is dus de veiligheid in de stal. Ja. Of er geen losliggende uitstekende delen zijn, waar de dieren zich aan kunnen baseren. Of de dieren voer en water hebben. En of de dieren verder in een goede conditie zijn. Nou, hier controleren we ook het water. Je hebt ook twee ventilatoren voor de warme periodes. Roze vloer kijken we naar of die niet te glad zijn. Of ze geen lange klauwen hebben. Dat is eigenlijk het belangrijkste waar we naar kijken. Ja, en wat nou als het niet klopt? Gelukkig gaat het op heel veel bedrijven gaat het wel goed. Als dingen niet goed zijn en wij zien dat, bijvoorbeeld in deze stal, dan zie je dus dat hier een losliggende of een uitstekende deel is waar de dieren zich aan kunnen baseren. Ja. Dan gaan we dat bespreken met de veehouder. En dan gaan we proberen of de veehouder dat direct kan herstellen tijdens de controle. Ja. Lukt dat niet, is het een grotere afwijking, overtreding, dan gaan we een rapport op maken. Dan gaan we dat goed vastleggen. We gaan er ook foto's van maken. En dan gaan we naar een verloop van tijd gaan we dan terug voor een hercontrole. En dan heeft de veehouder dat meestal hersteld. Hier zie je een foto van een bedrijf waar de dieren dus in de mest staan. Nou, hier zie je nog een andere foto met losliggende uitstekende delen. En hier zie je nog weer een andere foto met de afwijkingen. Ja. Ja, dit wil je natuurlijk niet zien als inspecteur, dat zijn echt nare beelden. Hoe pak je dit aan? Ja, dit kan natuurlijk niet, hier moeten we tegen optreden. En dan gaan we of bestuursrechtelijk doen of strafrechtelijk of allebei. De NVWA werkt het meest met het bestuursrecht. In eerste instantie zoeken we bij problemen op het bedrijf naar een oplossing op het bedrijf zelf. We kunnen de eigenaar aanzetten om zelf hulp in te schakelen. En als hij dat niet of onvoldoende doet, dan kunnen wij dat ook voor hem doen. En vaak zijn die maatregelen al voldoende om de problemen op een bedrijf op te lossen. Nou, afhankelijk van de ernst van de overtreding kunnen we een waarschuwing geven of we leggen een boete op. En daarnaast kunnen we ook een dwangsom opleggen om ervoor te zorgen dat de eigenaar zich aan de regels gaat houden en dat het dierenwelzijn op het bedrijf weer wordt hersteld. Hier ziet het er goed uit. Is niet altijd zo, hè? Wij doen ongeveer 4000 inspecties per jaar, welzijnsinspecties. We hebben tienduizenden bedrijven met landbouwhuisdieren in Nederland. Dus er wordt een bepaald percentage wordt gecontroleerd. Dan is het dus niet altijd akkoord. Maar hoe vaak ga je dan langs? Dat is verschillend. Als er meerdere overtredingen zijn, vaker overtredingen zijn, of verschillende overtredingen, dan gaan we vaker langs. En als het de eerste keer hersteld is, dan gaan we er minder vaak langs. Ja, nu hebben we die foto's gezien, best wel heftige beelden, koeien in de mest. Ja, dat kan toch eigenlijk niet? Nee, wij zijn hier naartoe voor het dierenwelzijn en dat doet ons ook wat. Iedere keer dat we zien, we hebben al heel veel gezien, maar toch iedere keer weer, als we dan zulke heftige situaties tegenkomen, ja, dat doet ons ook echt wat. Ja, nu is ook wel eens kritiek, hè, dat we eigenlijk te lang proberen dingen te verbeteren. Dat het veel eerder het strafrecht in moet. Hoe zie jij dat? Maar wij proberen het eerst altijd met bestuursrecht op te gaan lossen. En dan doen we het meestal dan ook naast het strafrecht. En bij het strafrecht dan duurt het soms langer dan met het bestuursrecht. Bij heel ernstige overtredingen zetten we het strafrecht in. Maar dat doen we ook als een eigenaar constant dezelfde overtredingen blijft begaan. En de maatregelen uit het bestuursrecht niet voor een oplossing zorgen. Het strafrecht is echt gericht op het straffen. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan een geldboete, een voorwaardelijke gevangenisstraf of bijvoorbeeld een houtverbod. En dat laatste houdt in dat een eigenaar geen dieren meer mag houden. Het strafrecht werkt minder snel omdat het bewijzen van de overtreding wat ingewikkelder is. De NVWA doet het voorwerk, zoals het uitvoeren van de inspectie en het opmaken van een rapport. En stuurt dat allemaal door naar het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie bepaalt vervolgens of de zaak voor de rechter moet komen of niet. En zij eisen dan eventueel ook een straf. Maar hoe zorg je er dan voor dat je wel bij de bedrijven komt waar het echt mis is?
Ja, we hebben de bedrijven hebben we zelf ook vrij goed in beeld. Maar er komen, op de bedrijven komen ook een dierenarts, een voerleverancier, de inseminator, de klobekapper. En die kunnen bij ons ook meldingen doen als ze dingen aantreffen wat niet akkoord zijn. Ja, dus wij hebben zelf eigenlijk een heel goed beeld. Maar we krijgen ook van andere partijen krijgen ja, informatie. Ja, we hebben ook informatie gekregen. Ook van de NGO's. Die geven ook meldingen aan ons door van afwijkingen die ze aantreffen. Wat ze vermoedelijk aantreffen wat niet zo akkoord is. En die kunnen bij ons dus ook een melding doen. Dus iedereen kan bij ons een melding doen? Ja, iedereen kan een melding doen. Daar zijn we ook heel blij mee. Maar niet met alle meldingen kunnen we wat. Sommige meldingen die zijn niet gecompleerd, kunnen we ze niet oppakken. En soms is voor een buitenstaander dan lijkt het heel erg. Zoals de uitstekende borsten bij deze koe. Dit is gewoon een koe van een Nederlandse melkkoe. Ja, en dan lijkt het erger dan het in de werkelijkheid is. Ja, en dan toch zie ik heel vaak beelden waarbij het echt mis is. Hè? Koeien hartstikke mager, bij de veehouderij is het gewoon echt niet op orde. Ja, dat is toch sneu? Ja, dat is ook heel sneu. En dat is voor ons ook heel frustrerend. Want we hebben soms te maken met heel veel verschillende overtredingen. Dan één keer heeft die veehouder die maakt die overtreding. Dan is dat hersteld, dan is het weer een andere overtreding. En dan duurt dat soms gewoon vrij lang. En dan nemen we soms ook dieren in bewaring. Hoe zit dat precies? Er zijn ernstige overtredingen, of de diergezondheid is in het geding. Dan gaan we dus over tot het in bewaring nemen van de dieren. De dieren gaan dan naar een opslaghouder toe. Dat zijn dus voor de honden en de katten zijn dat de asiels die we in Nederland hebben. Maar we hebben voor de landbouwhuisdieren hebben we ook opvanglocaties. En daar worden de dieren dan goed verzorgd. Dan krijgen ze de medische verzorging. En als de dieren dan weer in een goede conditie zijn, dan zouden ze eventueel zouden ze weer terug kunnen. Dan moet de situatie op het bedrijf wel helemaal weer hersteld zijn. En ik neem aan dat die veehouder dan ook de opslagkosten moet betalen? Ja, de veehouder die betaalt de kosten van de opslag, van het transport. Die betaalt alle kosten. En dan zouden ze, als hij dus en aan de voorwaarden voldoet, dan zouden de dieren eventueel terug kunnen. Hier kunnen we even tussen de koeien. Even rustig instappen, dat de dieren niet schrikken. Ja, het zijn best grote dieren. Ja, dan, hoe belangrijk zijn onze inspecties eigenlijk? Onze inspecties zijn heel belangrijk. Voor het dierenwelzijn, om het dierenwelzijn op een goed niveau te houden. Maar het is ook heel belangrijk dat wij dus alles heel goed vastleggen. Voor de dossieropbouw, voor eventueel dat een veehouder naar de rechter stapt. Maar nu komen we ook bij bedrijven hè, waar het echt slecht is, waar veel mis is, waar we lang komen. Moeten we daar dan niet gewoon een houtverbod op leggen? Ja, dat kan alleen een rechter, dat kunnen wij niet. Maar zouden we niet meer moeten kunnen? Er is dus nu een wetsvoorstel in de maak, zodat wij dus een bedrijf sneller tijdelijk stilleggen als we dus dierenwelzijnsovertredingen aantreffen. Voor het dierenwelzijn zou het ook heel goed zijn. En dierenwelzijn staat voor ons op nummer 1.